Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe week vlog. Wat zie ik er slecht uit? Maar het is maandag. Het is maandag, even kijken, 19 februari. En ik heb lekker een weekje vakantie. Vorige week is er een juffenweek vlog online gekomen. En dat wil ik volgende week ook weer filmen. Maar nu heb ik lekker een weekje vakantie. En ik krijg best wel vaak reacties dat jullie het jammer vinden dat ik niet altijd nog mijn normale weken film. Dus dat ik te weinig na schooltijd film. En ik weet dat heel veel mensen de juffen dingen ook heel leuk vinden. Maar ik dacht, ik doe nu gewoon even een normaal weekvlogje. Ik ben dus bezig met het huis opruimen. Ik heb verder niet heel veel gedaan. Ik heb gisteren en eergisteren ging ik hardlopen. Daardoor heb ik best wel veel pijn aan mijn benen. Dus het hardlopen zit er vandaag niet in. Mijn vriend moet gewoon werken. Dus ik dacht, laat ik vandaag maar het huis opruimen. Dus ik heb eigenlijk al best wel veel opgeruimd. En er zit nu een wasje in. En de vaatwasser staat aan. Maar ik wil eigenlijk echt nog veel meer opruimen. Dus ik neem jullie deze week lekker mee. Ik wil dus morgen ga ik met twee vriendinnetjes gaan we even gezellig wat doen. En de missie voor deze week. En misschien als ik het nu op camera zeg dat het dan ook echt moet gebeuren. Is dat ik deze kamer ga opruimen. Want dit is dus nog van de verhuizing. Er ligt hier echt zoveel zooi. En dit is dus eigenlijk mijn make-up kamer. En ik zou heel graag willen dat het wordt opgeruimd. Maar ja, dat moet ik dan toch echt zelf gaan doen. Want de rest van het huis is gewoon top en netjes. Ik ben nu wel dus gewoon een beetje nog de woonkamer en allemaal aan het opruimen. En ik ben die hek aan het proberen met die kaars. Oh, dit valt helemaal uit elkaar. Want die zijkanten zijn dus helemaal zo. En ze zeggen dus als je dit doet dat die zijkant dan ook gaat smelten. En kijk, deze rozen heb ik gekregen van Valentijnsdag. Dus het ziet er helemaal cute uit. Dus dat is de planning voor vandaag. En ik heb nieuwe schoenen. Deze. Ik had ze eerst in het zilver. Maar die zijn echt helemaal vertrapt. Toen dacht ik neem ze in het grijs. Ik ben er echt heel blij mee. Dus deze ga ik ook gelijk eventjes opruimen. Nou, het is weer echt helemaal opgeruimd. Die kaars die doet het echt voor geen ene meter. Slechte hek. Ik heb namelijk een nieuwe tandenborstel. En ik ga hem gelijk eventjes openmaken. Oké, ik moet dus nu mijn tandenborstel koppelen aan een app. Dit wordt, ja, ik ben heel benieuwd. Oh, hij kan hem niet vinden. Nou, ik heb net even een video gefilmd. Het is echt heel lang geleden dat ik dit heb gedaan. Maar ik ben er helemaal blij mee. En ik heb dus nu heel veel zin om even naar de Primark te gaan. Dus ik denk dat ik dat gewoon lekker ga doen. Want het is nog heel vroeg. Het is nog pas 1 uur. En ik heb gewoon zin om even naar de Primark te gaan. Dus dat ga ik nu doen. Oké, ik ben terug. En ik heb wel wat dingetjes gekocht. Alleen ik heb gewoon niks gefilmd. Ik moet weer eventjes wennen aan het filmen. En het was ook echt gigantisch druk. Wat ik niet had verwacht. Nou ja, het is wel vakantie, maar het is wel maandag. En het regende heel hard, dus mijn haar niet uit. Maar dat maakt niet uit. Ik ga zo lekker een joggingbroek aandoen. En ik zal even snel laten zien wat ik bij de Primark heb gekocht. Ik heb ook een cadeautje gekocht, maar dat ga ik nu even hierin niet laten zien. Dat was niet handig. Wat ik heb gekocht zijn deze slippertjes. Ik ga vanaf nu natuurlijk goud dragen. En vorige zomer heb ik deze echt in het wit super veel aangehad. Dus ik dacht, ik neem ze ook in het goud voordat ze zijn uitverkocht. Dan deze 1 liter fles, zodat ik elke dag 2 liter kan drinken. Volgens mij zit hier, ja, 1 liter in. En ik heb 2 hele schattige vestjes gekocht. Die vond ik echt heel cute. Namelijk deze roze. Hij is wel best kort. Maar ik heb hem in een M genomen. En ik vond deze grijze vond ik ook echt heel cute. Dus deze 2. Dus dit ga ik nu even allemaal opruimen. En de boodschappen opruimen. Ik heb 4 kilometer hard gelopen en lekker mijn pyjama aangedaan. En nu zit lekker de kip met broccoli erin. En ga ik de tafel dekken en wacht ik tot mijn vriend thuis is. Good morning, het is vandaag dinsdag. Ik ben net wakker en mijn vriend slaapt nog, dus ik moet een beetje stil zijn. Maar dit is het cadeau waar wij het gisteren over, volgens mij had ik dat verteld. Ik ga dus vandaag met 2 vriendinnetjes afspreken en een van die vriendinnetjes heeft een nieuw huis. Dus we hebben even wat schattige dingetjes gekocht voor in haar nieuwe huisje. Kaarsjes en ja, gewoon meer als een
even leuk om te geven. Ik ga nu even mijn vlog bewerken, hier lekker op de bank. En dan ga ik me zo klaarmaken. Ik heb mij klaargemaakt voor de dag. Ik heb dit hele cute vestje aan. Alleen ik heb dus mijn haar gekruld. Alleen, nou ja, mijn haar was eigenlijk vet. En ik wist niet wat ik ermee moest. Toen dacht ik, ik krul het. En dan doe ik die clipjes erin en doe ik een beetje droog shampoo. Maar ja, nu is het gewoon echt mega erg ontploft. En dit vind ik dus eigenlijk ook niet mooi. Kijk, zo vind ik het op zich wel cute. Maar ik weet gewoon echt niet wat ik met mijn haar moet. Dus ik weet nog niet zo goed. Ik moet nu wel weg. Maar ik vind het gewoon veel te heftig. En ik ben dus bang als ik er met mijn borstel doorheen ga. Dat dan al mijn krullen weg zijn. Want dat gebeurt dus altijd bij mij. Als ik er doorheen ga, dan is het gewoon weg. Nou, het is even niet anders. Maar in ieder geval, ik ga nu naar Florence Vos toe. Laat maar even je nagels zien. Ja, die van mij zijn nu ook een hele rare kleur. Mooi. Ik heb nu ook zo'n nieuw dingetje. Maar deze kleur? Nee, het is een beetje nude pink. Ja, pink we hadden eigenlijk gewoon even moeten vragen voor wat tips voor in Haarlem. Waar we konden lunchen. We hebben gisteren besloten dat we naar Haarlem gingen. Ik weet ook niet wat hier nou leuk is, maar dit is... Nee joh, maar het zit alleen tussen de kruis. We zitten nu bij Barist. Barist. Alles afkorten. Oh, zou ik toch geen broodje kapotje doen? Twijfel. Als het te lang mag, ga ik weg. Nee, ga dan. Ja, ze moet wel even komen. Mijn haar kan het echt niet aan. Die caramelines zijn al afgekoeld. Bon appétit. Zo, het ziet er wel goed uit. Oké, we zijn in Vosserhuis en we hebben lekker sushi gehaald. Ik ga het eventjes laten zien. Het is heel leuk, je huis, Vos. Ik laat het een klein beetje zien aan de volgertjes. Gewoon even een kleine sneak peek. Ik ga even eruit halen wat we hebben. We hebben lekker sushi. En nog meer sushi. Zo, ze zijn zwaar. Nou, we hebben genoeg soja. Echt heel cute uit. Helemaal schattig. Helemaal leuk. Oh. Zo, twee bakken wasabi. Lekker. Ja, maar... Good morning. Het is vandaag woensdag. Gisteren was ik dus met Flor en Vos. Het was echt super gezellig. We waren dus naar Haarlem. En we gingen daarna ook nog even bij Vos haar nieuwe huis gingen we sushi bestellen. Dat was echt heel lekker. En heel gezellig. En het is dus nu woensdag. Het is 9:30. En ik wilde eigenlijk gaan sporten. En toen, mijn vriend is personal trainer. En hij zei, ja, ik heb nu straks niemand die komt om 10:00. Dus toen dacht ik, nou, ik ga wel even daar sporten. Want ik ben de laatste tijd weer een beetje bezig met sporten. En mijn vriend is personal trainer. Dus als je nog een personal trainer zoekt, dan zal ik even een linkje in de beschrijving zetten. Maar ik dacht, ik ga gewoon even daar sporten. Want ik heb gewoon niet zo zin om naar de sportschool te gaan. En ik weet gewoon, als ik bij hem sport, dat ik gewoon echt goed sport. Het is wel heel zwaar. Maar ja, jij hebt er ook wat aan. Ik zie er alleen echt niet uit. Zo, ik ben ook wit. Nee, boeien, mijn vriend heeft me echt zoveel erger gezien. Maar ik ga nu eventjes mijn schoenen aandoen en dan ga ik. Kijk, hier is ze. Zij is binnen. Dat is voor de vlog. Dat is voor de vlog? Ja. Heel goed. Kijk, hier is ze binnen. Ze gaan nu lekker sporten. Ze komt bij mij trainen natuurlijk. Moet haar even laten zweten. Ze zegt dat ze fit wil worden, zegt ze. Goed zo. Lekker bezig. Zeg maar even wat, hoe voel je je? Goed. Zijn ze nu de eerste 2 minuten bezig? Ik heb het tot 10 gezet.
Ik heb even gesport en geluncht. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om eventjes te zien. En nu is dus eigenlijk mijn missie om deze kamer een beetje te gaan opruimen. Maar eerst ga ik even een masker op mijn gezicht doen. En ik ga eventjes douchen. Dus dat eerst. En dan ga ik deze kamer opruimen. Nou, ik heb echt even goed opgeruimd. En ik heb het even gestapeld. Want ik ga niet in alles meenemen naar de kelder. Dus ik neem straks deze twee mee. En in ieder geval ziet het er weer helemaal clean uit. Die gordijnen hingen er dus al. Die willen wij nog vervangen. Ik ga nu even mijn make-upje doen. En dan ga ik straks met mijn vader naar de bios. Heel veel zin in. Dus ik heb me even aangekleed. Maar ik moet nog ook mijn haar doen en mijn haar feunen. En voordat ik mijn haar ga feunen gebruik ik deze. Die vind ik echt super fijn. Dus die ga ik nu eventjes doen. En dan ga ik even mijn make-up doen. Nou, even een heel ander beeld. Ik heb me namelijk helemaal klaargemaakt. Ik heb mijn make-up gedaan. En ik heb even mijn haar gefeund. Zo. Ik ben nog steeds zo blij dat ik naar gouden sieraden ben gegaan. Want volgens mij staat het gewoon echt beter bij mij dan zilver. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. Ik ga nu dus mijn wimpertjes laten doen. Dus niet heel handig dat ik me heb opgemaakt. Maar ja, ik ga daarna naar de bios. Dus ik ga even mijn bril meenemen. Want anders zie ik vanavond bij de film. En ik moet voor mezelf deze fles water opdrinken. Let's go! Nou, mijn wimpers zijn weer gedaan. Ik vind het hier altijd echt heel mooi als het gedaan is. Oh, dit is wel heel erg. Ik heb dus mijn make-up echt net voordat ik mijn wimpers ging doen. Dus je ziet hier nu helemaal zo lek. Maar nu kan ik er weer even tegenaan. Ik ga nu naar huis rijden. Nou ja, eigenlijk naar mijn vader toe. Want we gaan zo naar de film. We dachten even gezellig samen naar de film toe. Dus ja, ik moet even mijn bril op. Want anders zie ik echt heel weinig. Alleen het is zo druk op de weg. Het is echt vreselijk. Dus ik ga nu naar mijn vader toe rijden. En dan lekker naar Pathé. En ik ga naar Pathé in Ypenburg. En daar zijn die stoelen echt top. Good morning. Het is vandaag donderdag. En het is nog best wel vroeg. Maar ik ga zo meteen eventjes hardlopen. Dus ik ben nu even mijn schoenen aan het aandoen. En ik ga zo even een warming-up doen. En dan ga ik even een klein rondje doen. Ik hoop 4 kilometer als het lukt. Of 5. Maar ja, dat weet ik dus niet zeker. Bij mij is het heel wisselend hoe het gaat. En ja, dat dus. Gisteren was de film heel erg leuk. En ik ga dus vanavond met mijn moeder naar de huishoudbeurs. Maar eerst eventjes hardlopen. En eerst even een warming up. Nou, het hardlopen ging echt voor geen ene meter. Volgens mij 3,5. En ja, ik heb geen idee hoe het komt. Maar maakt niet uit. Er zitten ook gewoon slechte dagen tussen. En dat moet ik ook gewoon accepteren. En ik heb net even gedoucht. En ik ga nu even mijn make-up verder afmaken. Daar ben ik net aan begonnen. Want ik ga zo meteen heel eventjes naar werk. Even naar school. Een paar dingetjes doen. Ik wil echt niet te lang. Maar er ging nu ook een andere collega en dat is toch wel fijner om even samen te gaan. Dus ik dacht, dan ga ik wel eventjes ook heel eventjes werken. En daarna ga ik me thuis nog eventjes klaarmaken. En dan met mijn moeder eind van de middag naar de huishoudbeurs. En ik heb dus de laatste tijd echt super veel grijs aan. Ik weet niet waarom, maar het is echt mijn nieuwe kleur. Zo. Dus ik ga eventjes... Ook mijn wenkbrauwen moet ik nog doen. Even mijn wenkbrauwen doen. En dan ben ik echt blij dat deze kamer een beetje is opgeruimd. En dan ga ik even naar werk. Nou, ik ben even in mijn klasje. Ik ga eerst even een klein beetje dit opruimen. Want dit lag er dus nog. Wist ik zelf ook niet. En het is wel fijn. Dit moet eigenlijk nog nagekeken worden. Maar dat ga ik nu echt niet doen. Dus dat. Ik heb me even klaargemaakt. Ik was dus even naar werk geweest. Ging wel goed. Ik heb niet super veel gedaan. Gewoon eventjes. En ik ben me dus nu aan het klaarmaken. Ik ga even mijn bril opdoen. En ik ga dus zo meteen met mijn moeder naar de huisartsbeurs in Amsterdam. Regent het? Nee. En ik moet over 5 minuutjes ongeveer gaan lopen. Ja. En even kijken. Ik wil dus eigenlijk niet een te warme jas aan. Nee, ik ga gewoon deze
Wat ik nu aan heb is perfect. En dan doe ik gewoon mijn Zara jasje eroverheen. En wil ik verder nog iets meenemen. Ik wil eigenlijk niet heel veel tassen. Omdat ik natuurlijk ook al de koffer mee moet nemen voor spullen die je koopt. Dus dat ga ik niet doen. Dus ik denk dat ik gewoon deze jas aandoe. En dan even mijn New Balance. Ben ik heel blij mee. Ik had al New Balance, maar dat waren die oude. Even kijken. Zo. Staat heel gevaarlijk. En dan gaan we even kijken wat ik kan kopen. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij had ik al verteld, maar mijn moeder had dus gratis tickets. En ze vroeg of ik mee wil. Dus toen dacht ik, nou ja, wel leuk. En volgens mij krijg je dus ook wel veel dingen voor in huis gratis en zo. Dus ja, dat kan ik altijd gebruiken. Zo, dit is ook niet te warm. Dit is gewoon perfect. En het ziet er ook nog een beetje leuk uit. Dus dat is top. En dan neem ik denk ik geen ander tasje mee. Dus ik nog wel even mijn rijbewijs meenemen. Nou, mama en ik zijn op de huishoudbeurs. En ik had dit dus gezien op TikTok. Dus ik heb een koffer mee, maar ik ben echt de enige. En dus ook gelijk een bingo of zo. Yeah. Oh, wij gaan winnen. Ja. Oh. Het is best wel een beetje druk. Maar ik heb het eerste al gekocht. Maar ik ga het thuis even laten zien. Ik ben benieuwd. Nou, ik ben thuis. Het was echt slecht weer. Ik heb in ieder geval ook even wasmiddel gekocht. Deze. Is de nieuwe geur van Robijn. Wil je die naast de wasmachine zetten? Baking soda, wat ik nodig voor werk. En even hier om schoon te maken. Zo. En ik heb dus een nieuw dekbed overtrek. En deze had ik dus vroeger in mijn oude huis ook. Maar dan was hij van een andere website. En nu hadden ze dus. Dus deze gaan we om het nieuwe bed doen. Maar eerst even wassen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Gisteren heb ik de hele dag niks gefilmd. Want gisteren dacht ik opeens, ik heb eigenlijk nog eigenlijk deze vakantie een hele dag niet niks gedaan. En ik heb dat gewoon nodig in de vakantie. Dus ik heb gisteren de hele dag filmpjes gekeken en documentaires en weet ik veel wat ik allemaal heb gekeken. Ook hele zielige dingen. En nu ben ik weer helemaal uitgerust. En heb ik net even gesport en boodschap gedaan. En haal ik nu deze vieze haren uit de borstel. En ga ik zo meteen even met mijn vriend naar de mal. Want door de week werkt hij altijd, in het weekend ook. Maar hij is zo meteen klaar en dan gaan we samen even naar de mal toe. Toen kunnen we eigenlijk samen alleen wat in het weekend doen. Dus ik heb alvast even deze trui aan en verder gewoon even een kort broekje. Want ik heb eerst even gedoucht en ik heb dus een nieuwe foundation. Zo, Floor zei tegen mij, deze moet je echt kopen, dus ik heb hem gekocht. Ik ben heel benieuwd, maar er zit dus ook SPF 50 in. Dus dat is echt top voor mijn gezicht. Straks als het weer wat lekkerder weer wordt, maar je moet natuurlijk eigenlijk altijd SPF smeren. Ik ben ready. Even mijn vriend opjagen. Gaan we? Nou, ik zit in de auto. Ik ben aan het wachten op mijn vriend. Zijn er meer meiden in een relatie die altijd moeten wachten op hun vriend in plaats van andersom? Want ik ben altijd degene die moet wachten. En het is vreselijk. Oeh, zijn broek is een beetje strak geworden. Maar we gaan even naar de mal toe. En ik zei, ik loop alvast. Hopen dat er wat extra tempo in komt, maar ik ben bang van niet. En ik heb natuurlijk niks nodig, maar gewoon eventjes kijken. En ik heb dus een pakketje besteld bij dat Kabau Lifestyle. Ik ben heel benieuwd. En vanaf maandag ga ik er een juffenvideo filmen. Helemaal zin in. Maar nu even wachten op de boyfriend. Ik ben heel benieuwd hoe lang het nog gaat duren. Hey, schat. Ik vertelde net dat ik altijd eerder klaar ben dan jij. Aan wie? Aan de volger. Waarom doe je dat? Dat is toch zo? Nee, je aanstellen. Jij laat me gewoon achter met de filmenzak en
De karton en alle camera nog weg. Maar ik ben... Ja, tuurlijk. Dat mag je zeker zeggen, ja. Maar ik ben altijd eerder klaar. Dat is wel echt zo. Ja, tuurlijk. Ik laat het erin, ja? Zeg maar wat jij vindt. Oh, je laat het erin. Ja, tuurlijk. Maar het is wel oprecht zo dat ik eerder klaar ben. Dat gaat vallen. Net. Dat ja. Komt. Ja. Nee, maar nu, ook als er geen vuilniszak is, dan ben ik alsnog altijd eerder klaar. Nee, je liegt. Hou vast, niet liegen. Hou vast. Hij blijft gewoon. Maar ja. Tegen mij wordt gezegd, ja. Ik loop alvast naar beneden. Ja, ik neem jou de vuilniszak mee. Ja, die staat ja, er al. Naast de vuilniszak is dat een hele grote bak vol met karton. Dus hij moet ook naar beneden natuurlijk. Gezellig dan. Goed gedaan. Ja, woef woef. Ja. Ja, maar hoe is het? Nee, nee. Maar ik ben wel altijd eerder klaar. Maar wat heeft er nou mee te maken dan? Helemaal gewoon vandaag opgelicht. Ik ben altijd klaar, eerder klaar. Vind je mijn auto niet schoon? Ja, ik vind je auto fantastisch. Doe maar uit. Waarom? Wat ga je vertellen? Nou, niks, niet zoveel. Is een tip, ga niet in het weekend naar de mall. Maar ik heb wel wat dingen gekocht, eigenlijk alleen sieraden. Om mijn gouden collectie te... Oh, het zit allemaal in verpakkingen. Oh, heb jij die twee, die oorbellen? Of zit die ook in de verpakking? Oh nee, laat maar. Nee, kijk thuis wel. Niet grappig? Nou, wij zijn spontaan nog even naar de IKEA gegaan. En we hebben dus een nieuwe kast gekocht. Het kan ook nooit zonder iets te kopen. En we hebben ook nog servetjes en kaarsen. En nu gaan we dus kijken of dit in de auto past. Want ik vind het nogal ja, een risicootje. Maar jij denkt dat het gaat passen? Tuurlijk. Ik ben benieuwd. Nou, het past eigenlijk niet. Zitten dan? Hier. Oké. Top. Good morning. Het is vandaag zondag. Gisteren hebben wij heel random een kast gekocht bij de IKEA. We hebben hem nog niet in elkaar gezet, maar hij staat in een kleine ruimte. Het paste eigenlijk net niet in de auto, maar toch wel. Als je hard duwt, dan past het allemaal. Zo. En ik heb dus net even een pakketje bij mijn moeder opgehaald, want ik had dus dat kabouw besteld. Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar ik was echt heel erg benieuwd en ik zag het overal voorbij komen. En ik ben dus bezig met gezond eten en dat soort dingen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen of ik het lekker vind. Ik heb die fatburner gehaald. Ik heb er gelijk maar even een fles bij gehaald, want ik dacht dat is wel handig. En ik heb dus de flavor powder. Voor door mijn kwark heen. Dus dat is wat ik heb besteld. Gewoon om ook even te proberen. Want ik dacht, als ik gelijk zo'n heel pakket. Misschien vind ik het niet lekker. Dus dat. Eigenlijk wat er op de planning staat. Ik ga vandaag een video filmen met mijn vriend bij de McDonald's. En daardoor wil ik wel echt even sporten. Want ik mag het wel eten. Maar dan mag ik niet over mijn calorieën heen. Verder. Die kast hoeft niet per se nu in elkaar gezet te worden. Maar ik wil wel even die was opruimen. Want er ligt hier een soort stapel was. Dat is gewassen, maar dat lag hier gewoon. Dus dat wil ik eigenlijk even opruimen. Maar eerst ga ik even een klein beetje van die... Of zal ik er nog heel even uitstellen? Nee, ik ga het wel even proeven. Nou, ik vond hem echt heel lekker. Ik ga zo meteen ook even deze proberen als ik ga sporten. En ik ga me even klaarmaken voor de dag. En dan gaan we zo die mukbang opnemen. Maar ik ga hierbij ook de vlog afsluiten. Want ik ga morgen weer een nieuwe juffenweek vlog beginnen. Ik vind het best wel een leuke vlog geworden. Ik hoop jullie natuurlijk ook. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik weet niet wat er met mijn instelling is. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!